Ik ben terechtboven en ik ga mij inschrijven als zelfstandige en bijberoep. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we woensdag en vandaag is het tijd om aan een aantal projectjes te werken. Maar eerst ga ik kleven versmijten van mijn bureau naar mijn bed, zodat ik kan werken. Reageer even in de poll hierboven of dat jij dat ook zou durven doen, kleren versmijten omdat je te lui bent om ze op te ruimen. Het is nu tijd voor een nieuw kalenderbriefje. Het is de to-do list die ik gisteren heb gemaakt en ik moet zeggen, het is nogal één. Ik heb net even 10 minuutjes opgeschreven over wat ik wil met dit bedrijf of met deze onderneming. Want het is wel de bedoeling dat zij of haar echt uitgroeit tot een onderneming. Ik heb ook gezegd waar mijn kanten liggen en wat ik zou doen als alles mogelijk was naar de toekomst toe. En waar ik over een jaar zou willen zitten met mijn bedrijf. En ik denk dat ik nu ga beginnen aan een mini ondernemingsplan, omdat ik dat misschien wel nodig heb om echt de stap te zetten. Ik heb deze morgen de hele tijd bezig geweest met het opzetten van mijn ondernemingsplan. En ik moet zeggen dat was heel veel werk, maar het loont wel de moeite omdat ik nu echt wel veel meer inzicht heb over wat er nog moet gebeuren. Over wat ik aan wil vangen met dit nieuwe platform, Zij of Haar. En alles eigenlijk gewoon. Ik ben zoveel wijzer geworden. En ik zie het zoveel meer zitten om eraan te gaan beginnen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik nog altijd doodsbang ben voor hoe het zal gaan draaien. En of het zal lukken, of het mij zal lukken en of er effectief wel vraag naar is. Ik ben terechtboven en ik ga mij inschrijven als zelfstandige en bijberoep. Hey, ik heb net super heel veel gedaan voor Zij of Haar en ik ga dat ook verder doen. Want ik ga nu beginnen aan een DIY voor het magazine. Maar daarvoor moet ik eerst een paar dingen uithalen uit mijn kast. En dan ga ik naar beneden om daaraan te gaan werken. En vandaag staat er nog een mijn to-do-listje daarnaast. Het inplannen van vlogs, het maken van mijn eten, recepten uitschrijven, teksten aanlezen en het review van 1 product. Maar dat weet ik nog niet of dat gaat lukken, die review van 1 product. De rest normaal zien we wel, maar die ene, dat weet ik nog niet. Want het is ondertussen gewoon al 2:30. Dit heb ik nog voor mijn DIY. Weten jullie al wat ik ga doen? Ik ben bezig geweest aan het klussen. Hopelijk is het tegen morgenmiddag af. Anders is dat wel een beetje raar om te gaan werken zo. And it wasn't until I met this palm reader in Ibiza, and she said to me, she said, you can switch the entire world. I never planned to be more than yourself. That's why I'm just happy with the story that I am today. Because I love my bitchy little ass. Who do you love now? To tell him that. Right now. I make it. I have to try. Oh my god, it's fucked. Why am I so dumb? We're always gonna come down to something to stop. Ik heb net een aantal musicals gemaakt. Ik heb mijn film uitgekeken genaamd Isn't It Romantic. Een hele leuke Netflix film. Voor als je wel zin hebt en een romcom, maar geen... Ja, maar hierom komen we kijken. Het is zo echt een film die ze de draak steekt met romcoms, maar daardoor eigenlijk zelf over de top is. En nu ga ik mijn kleren uitzoeken voor morgen. Want morgen ga ik eerst gaan zwemmen.